precies dat. Lach eens naar het vogeltje. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Lady ligt lekker hier te slapen en Speedy daarnaast. Mijn naam is Karin Stamman van de Werf, mijn man. Joehoe, wie anders? Dat is Roderick Stamman van de Werf. Het is vandaag donderdag 26 november 2020 en het is nu bijna 2 uur, dus juist de kloktijd, 13 uur 52. Ja. Ik heb vandaag autorijles. Ik moet nog eventjes kleiner maken. En ik ben bezig lekker met mijn stamboom samen met mijn zus. Ja. Welke van mijn zus? Ik ga het niet vertellen, maar gewoon met mijn zus. Ja. Ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat? Waar? Nou, gewoon hier vasthouden en dan kun je gewoon normaal draaien met je hand. Gewoon. Kijk, precies dat. Lach eens naar het vogeltje. Kiekoek. Ja. Wat is die aan het doen? Fiets. Niemand in rood? Nope. Eigenlijk zou je een dashcam standaard moeten hebben. Zoals in Rusland hebben ze het vaak. Ja, precies. Hè? Nou, er gebeurt nog wel eens wat, hè? Ja, vooral hier ook. Idioten op de weg. Piet houdt horizon recht. Horizon recht. Ja, nu, en nu kan je hem recht houden, ja. Daarom heb ik ook dat ding meegenomen voor je. Dat is lekker handig, hè? Dat is zelf. Zo min mogelijk bewegen. Ja. Wat heb je, dat mensen te veel met de camera in en weer zwaaien. Ik word helemaal gek van. Verkeerslicht. Traffic lights. Maar alleen als de bus eraan komt. Is dat zo? Ja, het is een oversteek van een bus. Voor de rest heeft het helemaal niks te betekenen. Oh, wauw. Kerstkaart. Ja. Je ziet zoveel van het dashboard. Hè? Je ziet dit te veel. Ja, klopt. Ik heb zo'n dingetje voor bij onze auto en die kan dan hierop en dan zie je echt precies dat. Ja, dat is beter. Maar in december en dan kan ik dus mijn nieuwe telefoon halen. En dat heb ik ook al tegen Ro gezegd. Pas in december en dan kan je weer achter me aanrijden. En want dan heb ik mijn nieuwe telefoon. Mm-hmm. En dan is de stabilisatie ook beter als wat met deze. Ja. En dan wil ik eens een keertje kijken wat de verschil is. Kwaliteit is. Ja. Piet, en hoe denk je over mij? Vertel dat eens en bij de kijkers. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Oké. Karin is een vrouw die niet het kaas van de brood laat eten. Nee, ook dat niet. Nee, dat klopt. Ook niet in het verkeer. Ze is wel sociaal. Ik kan heel sociaal wezen. Als het haar uitkomt. Kijk graag naar de benzineprijzen. 1,48,9, wat zei ik? Wauw. En jij met je 1,49. Ja, dat is gewoon 1,49. Je gaat toch niet met de 1,10 cent lopen leuren? Ja, tuurlijk wel. Vrek, Hollander. Het regent echt lekker heen, god. Het is slecht weer. Het is heel slecht weer, ja. Waarom heb ik nou een uitwijk aan die kant? Wat bedoel je?
ik wil heel graag bij die lijntjes rijden. Ik weet niet wat ik heb. Dat merk ik al een paar keer. Wil ik zo dicht mogelijk en bij die lijntjes rijden. Nee, je moet het stuurwiel in het midden van de rijstrook houden. Ja. Als je naar voren kijkt, dan zie je wazig het stuurwiel uit je ooghoeken. En dat moet je dan in het midden van de rijstrook houden. Nou, ik of was in je net... spiegels kijken, dat kan ook. Ja. Dat je gemiddelde vindt. Mm-hmm. Als deze dame het weer koud heeft, hè, dan ga ik anders rijden. Moet je voelen. Ja, je bent dood. Ja. Daarom juist. Dat is gewoon stress. Wel nee man, stress. Je bent bang voor mij. Ja, altijd. Altijd. Weet je toch onder andere van mij. Ik zie ook niks, hè? En dat kom ik niet tegen, dat ik niks zie. Afstand houden. Dat is het beste wat je kunt doen. Ja, het verkeer rijdt momenteel slow, hè, omdat het zo slecht weer is. Ja. Dat is wel eenmaal zo. Kijk, het is rood licht, dat is mooi. Hoe gek van die ruitenwissers. Ja, het moet maar. Ja, het moet maar inderdaad. Ik ga het lekker bovenop zitten, joh. Kussen. Ga maar lekker kusjes geven, prima. Nou, mevrouw van de Werf, dan gaan we bij de verkeerslichten rechtsaf. Ah, de snelweg weer op. Mooi. Ja, als het nog snelweg is. Maar ik denk het wel. Meestal richting Rotterdam loopt het vast. En als het slecht weer is, loopt het toch gauw vast. Ja, vooral hier. Ga jij dan? Hallo, Fresh. Rijswijk weer uit. Alles goed achter ons. Yes. Zo, wat denk je? Ik ga ver en ver over die streep heen staan. Wauw. Alsof dat helpt. Het idee. Of misschien is het slechte remmen. Hoe doe jij dat achter dan ook weer? Draaien moet je. Draaien. On, off. Oké. Ja, dan mag je mij toch wat even iets meer gaan over uitleggen van, over jouw dingetjes. Binnenkort, eens een keer. Achteruitverwarming. Ja. En tevens voor de spiegeltjes. Oh, dat is lekker. Vooruitverwarming. Wow, ik zit niet op te letten. Sorry, dat is lekker. Ik zit op jou te letten, mag eigenlijk niet. Schande. Ik weet ook wel eens bij Rauw en mij, en dan zijn we zo druk aan het praten. Oh ja, dat was cool. Ja, hoor je achter je net. Nee. Even denken. Ja. Naar Leiden, ja, dat is prima, leuk. De A4. Ja, die pakken we nog even. Ja, dat weet ik. Ja, wel.
Daar mag ik ook in. Dat vind ik leuk. Geen griezels naast ons? Nee. Je mag helemaal rechts gaan rijden. Ja, doe dat maar eens. Ja, ja, op de vluchtstrook. Ja. De spitsstrook is open. Raar idee is dat, hè? Nee hoor. Ik ben gewend. Ja hoor. Als je richting Den Helder rijdt, wel ja. Okay. Dan doet Rode dit ook heel vaak. Maar dan zit ik weer aan die kant. En dan heb ik zoiets van, ja, ik weet het. Ja, maar dan heb ik zoiets van, ja, maar ik kan dus nergens naartoe. Nee. Als je nou pech krijgt, wat dan? Ja, precies dat. Ja, dan kruisen ze wel weer af op rood. Neem aan dat ze het in de gaten houden. Ja, alles. Voorburg in zekere parkweg. Ja, okay. Doe maar. Of ik het zo weet, hè, hoe jij wil rijden. Dat is gezelliger. Hoe lang moet ik dit ding nog vasthouden? Ja, dat hoeft niet zo heel lang hoor. Dan sluit je hem maar lekker af. Straks nog een keer. Ja, nou, ik ben weer thuis. Na anderhalf uur auto rijden. Ja. Sorry, die moest er even uit. Ja, nee. Hè? Eventjes een paar, weer een paar kleine opstekertjes waar ik weer even aan moet letten. Waar ik op moet letten. Maar over het algemeen reed ik weer lekker de mensen eruit. Het is leuk, want ja... Deze heeft 100 pk, dus ja, ik hou niet van het sloom oprijden. Hartstikke idee, move rijden. Ja, want ze willen gewoon zelf inzicht. Nou, dat kan ik. Dus ja, gaat goed. Ja, en dinsdag heb ik weer gewoon autorijles. Ja, en dan probeer ik gewoon even wat anders mee te nemen. Ja. Zodat het wat meer het leuke is vanuit mijn eigen stem. Telefoon. Zodat ik jullie gewoon wat meer mee kan nemen. Ja, vind ik leuk. En dan horen jullie mij ons gewoon gezellig babbelen. Mij en mijn rijinstructeur, mijn lieftallige rijinstructeur Piet. Dus ja. En ik hou niet van van sloom rijden. Nee, gewoon lekker doorrijden. Daar hou ik van. Ja. Dus ja.
Ik ben er wel weer tevreden over. Alleen dat ik wegging, moest ik even weer achteruit rijden. Dat ging goed. Maar even hier in de buurt, ja, ging eventjes twee kleine dingetjes niet helemaal lekker. Maar oké, dat kan gebeuren, toch? Ja. Maar daar zijn autorellen voor, toch? Ja, precies. Hey, Rooie, was je er ook nog, vind je? Oh ja, oh, krijg ik, oh, kusjes, 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 oh, kopjes. Oh, ik hou ook voor jou hoor, ventje. He? Een rooie in mijn nek. Ja, een rooie. Nou, doe eens lief. Hé, hey, doe eens lief. Ik wil je ook kusjes geven. Hé, hey. Mijn manneke. En gisteren, nee, heb ik niet gevlogd trouwens. Want toen was ik gewoon heel erg moe. Want ja, een vrouw, ja, die behoort ook nog de maandelijkse ding te krijgen. Nou, en daar zat ik gisteren lekker op. Dus ik voelde me ook gewoon gisteren echt niet lekker. Het gaat nu vandaag wat beter. En ja, daarom ben ik er gewoon weer vandaag. Gezellig voor jullie. Ja, ja, waar ben je? Hé. Hey. Hé, hey, kerel. Ja, dat vind je niet leuk, hè? Nee, maar ik wel. Maar oké, ik ga even weer vlogs editen. Ik ga Rosa wakker bellen en even kijken wat de avond zich brengt. Ja. Yeah. Hey, hallo, dat was ik weer. Ja, gezellig, met jullie er weer bij. Leuk. Ja, ik ben even wat aan het inpakken. Wat zeg ik dan niet? Nee. Nee, 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 nee. Ik doe wel mee aan een event. Dat kun je op Facebook en op YouTube nakijken. Dat heet YouTube Go. Daar doe ik dus nu lekker aan mee. Ja. Van de week hebben we al cadeautjes in huis gehaald daarvoor. Ook erg handig. En ik zal mijn ding even goed zetten. Want hij gaat iedere keer namelijk zo. Kijk, hè? Dat is beter. Ja. Dat is beter. Nee, ik ben dus nu even cadeautjes aan het inpakken. Ik heb ook al het een en ander gevraagd van wanneer het al opgestuurd moet worden. Dat weet ik ook niet. Want ik heb een zwak maatje. Alleen ja, ik mag niet zeggen wie. Ik vind het wel heel spannend. Dat wel, dat moet ik echt zeggen. Ik heb het een en ander gedaan. Maar ook dat kan ik wel laten zien. Maar ik heb een goed idee. Zo. Zo. Ik ga niet laten zien wat ik heb, maar ik ga wel laten zien hoe, nou ja, niet en niet, ook nog niet hoe ik het inpak, maar en dat is dan niet meer leuk. Dus ja. Zo. Top. Nou, ik vind het serieus wel heel mooi geworden, want Ro en Ro die heeft meegeholpen met uitzoeken. Nou, en Roos al helemaal niet met iets uitzoeken. Dus dat vind ik voor een man zijnde vind ik het heel netjes. Hij vindt het zelf ook leuk. Dus ja, waarom niet, weet je? Het heeft een heel mooi inpakpapiertje. Kijk, hartstikke idee. Mooi. Ja, 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 ja. Zo. Even kijken hoor, want ik heb ook nog iets andere dingetjes. Wil ik ook nog even om gaan inpakken. Jee, ik moet zoveel dingen inpakken, echt waar. Maar ik hoop wel dat diegene het wel leuk gaat vinden. Ja, ik heb een beetje veel. Nou ja, niet veel, maar het lijkt veel, zal ik het zo zeggen. Hé, ik kan die ding niet meer vinden, moet ik even zoeken. Moet ik even tegen Roos zeggen. Ik kan het ene even nou niet meer vinden. Maar oké. Dat even tenzijde. Ja, dat even tenzijde. Ik moet ook iets groens hebben. Iets groens. Iets groens. Ja, iets groens. Ja. Wat ga ik niet zeggen? Wat? Maar dat heb ik net al gezegd. Ja, die kan er weer op. Die kan wel. Ja, die kan er weer op. Dus ja, ik ga dat even doen en dan ja, komt het allemaal wel weer goed. Ja toch, niet dan. Hoop ik toch wel. Hoop ik toch wel. Ik ga even het plakketje ervan afhalen. Ik wel. Dus, nou, Ro is er weer.
Dus ik ga weer sluiten. En dan zien jullie me straks alweer. Kijk, daar is Joop. Yay! Hi. Hi, schatje. Hi. Gaat ie? Ja, wel. Ja? Dat is... Vochtig buiten. Vochtig nog wel. Ja. Dat is toch lekker? Toch wel. Nou, dat is mooi. Ja, en nog eventjes gezellig met mij. Het is alweer bijna 2:30 in de nacht. Wauw. Ik maak het niet altijd zo laat, maar ik ga nog even wat opruimen. Morgen even de afwas doen. En dan morgen moet Roderick van 7 tot 5 werken bij het nieuwe winkelcentrum. Ja, bij het nieuwe winkelcentrum nog wel. Dus ja, daar ga ik morgen lekker naartoe straks. Eerst wel even lekker slapen. Dus ja, even alles uitdoen. Morgen sowieso even die afwas doen. Moet ook gebeuren. Yes. En morgen even stofzuigen. Hé, meisje. Jij doet zo lief. Computer heb ik nu net uitgedaan. Jij gaat van mijn bureau af, vriend. Dank je. Dank je wel. Dus ja, ik ga eventjes alles opruimen. En dan zien we me straks. Als ik klaar ben. En dan ga ik afsluiten met jullie ook. Ja, nou alles is lekker afgesloten. Alles is opgeruimd. En zoals jullie zien zit ik al lekker in de slaapkamer. Lekker op bed. En dan ga ik gelijk deze vlog lekker afsluiten samen met jullie. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen doe vooral dat duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan, want dan blijf jij. Jij zeker op de hoogte met alles wat ik op YouTube plaats en YouTube voor mij online. Hey, die is leuk. Dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Een dikke tuut op je snuit wanneer je het kijkt. En tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Doei!